We worden niet alleen luier, maar we worden dus ook dommer, ja. Maar ik zie al die mensen lachend naar mij kijken terwijl u het uitspreekt. Dan denk ik, die zijn al op weg natuurlijk. Gaat je geheugen kapot als je te veel voor je computer hangt? De Universiteit van Nederland presenteert neuropsycholoog professor Dr. Erik Scherder. Dames en heren, geweldig om bij u te zijn vanavond. Mijn eerste vraag is eigenlijk, heeft u enig idee als u hier de trap af komt lopen, of u loopt hier naartoe, of u fietst hier naartoe, u beweegt, dat u dan ook misschien iets doet voor uw geheugenprocessen? U moet even reageren. Wie denkt dat? U moet even handen opsteken. Wie denkt dat? Dat als u beweegt, dat u iets doet voor uw geheugen? Nou, dat is niet veel, hè? Een klein groepje, maar lang niet iedereen. Nou, daar gaat het over. Over dit college, over bewegen en geheugen. Misschien is dan mijn tweede vraag aan u. Kent u de beweegnorm in Nederland? Wie? Waar moeten we aan voldoen om aan de beweegnorm in Nederland te kunnen voldoen? Wie roept er wat? Ja? 20 minuten? Half uur per dag? 5 dagen? Er zijn wel eens mensen zeggen 5 dagen per week. Weekend vrij vind ik op zich een beetje merkwaardig. Hè, dat je dat... Ja, half uur per dag minimaal. Heel goed, elke dag. En dan moet er nog iets bij zeggen. Iets heel essentieels. Wat ontbreekt er nog? Ja, een bepaald tempo, ja. Aan één stuk door. Dat is in ieder geval zo. Dus mensen vragen wel eens, kan het ook 6 x 5 minuten zijn? Antwoord is nee. Het moet een half uur zijn, zeker, minimaal. Maar dan moet er nog iets bij zeggen, namelijk matig intensief. Ah, dus u moet eigenlijk voelen een hartactie. U moet voelen dat het systeem wat doet. De Engelse literatuur zegt wel een beetje sweating. U moet een beetje zweten. Dan is mijn vraag natuurlijk vervolgens aan u. Er moet een beetje een interactie komen. Hè? Dat is natuurlijk het leukste. Wie van u heeft vandaag een half uur achter elkaar bewogen, matig intensief? Nou, wie? Dank u, dank u. Ja. Dat is toch, ja, ik moet even een klein slokje, sorry. Dat is verontrustend. Voelt u met me mee, dames en heren? Als u gelooft in de relatie tussen geheugen en bewegen, en u ziet dat een heel klein percentage van u eigenlijk het vandaag gehaald heeft. Heeft u enig idee hoeveel mensen in Nederland het halen? Die beweegnorm, hè? Half uur per dag. Valt toch nog mee? Ongeveer 40% haalt het. Valt echt mee, hè? Maar 60% haalt het niet. En dat is wel heel zorgelijk. En weet je hoe dat zit in het dagelijks leven? Ik weet niet, u bent misschien met de trein gekomen. Ik ga heel veel met de trein. En wat zie je dan op het station bijvoorbeeld? Wie staan er allemaal bij die roltrappen? 70%, 80% van u staat bij die roltrappen. Ik ben vaak de enige die de trap oploopt. Ik zie mijn geliefde studenten naar de VU lopen. Metro liefst in de VU. Het is niet zo. Het is nog net tot de VU, hè? Ik weet niet of u kent Amsterdam. Maar dan zie je, nou, men schokt dan zo, hè? Naar echt rijen lang naar de VU. Vervolgens bij de liften, hè? Komen een half uur te laat op college. Ja? Maakt niet uit, maar als je maar niet trap loopt, dan zitten ze de hele dag op college. Zittend, hè? Zittend. Dan ga je dus naar huis. Iets lager in de houding. Dan kom je thuis en dan zeggen ze, ik heb eigenlijk s'avonds geen zin om te sporten. Nee, dat is logisch dat je geen zin hebt om te sporten. Want wat heb je gedaan met het brein? U herkent het, hè? Brein. Dit is de voorzijde, frontale lob. Daar gaan we het vandaag zeker over hebben in het college. Die frontale lob is de lob van het initiatief. Dat is de lob van de motivatie. Maar als u die lob de hele dag heeft laten inzakken, denkt u dan nog dat u er s'avonds zin in heeft? U moet even reageren. Nee, u heeft er geen zin in. Dat hele ding doet niet meer mee. En u denkt, nou, hoe kunnen die mensen het opbrengen? Ik ga niet meer. Dus het is maar dat u het meevoelt. U zult zien, het wordt zeker geen leuke colleges. Nee. Want u denkt, was ik maar nooit gegaan. Dat is het gevoel achteraf. Dat zult u met me eens zijn. Nog 2 vragen en dan moet ik natuurlijk door. 2 vragen nog. Heeft u enig idee? Dan geef ik u eerst de definitie even van inactiviteit als het gaat om het verzorgingshuis en het verpleeghuis. Daar zit ook meteen mijn hart.
Dus u kijkt ook meteen even in mijn hart. En ik moet u zeggen, met die praatjes, met de colleges, is het het beste als u in mijn hart kijkt. En inactiviteit in het verzorgingshuis, in het verpleeghuis, betekent dat iemand niet meer dan 2 keer, niet meer dan 2 keer per jaar, 20 minuten achter elkaar actief is geweest. Als je dat niet haalt, ben je inactief. Als je niet meer dan 2 keer per jaar, niet die 20 minuten achter elkaar actief bent. Vindt u hem helder? Hoeveel procent denkt u van het verzorgingshuis voldoet aan dat criterium inactiviteit? Hoeveel procent? Wie roept? 75% voldoet eraan van het verzorgingshuis. 90% van het verpleeghuis. En moet u zich voorstellen dat bewegen, gaan we het natuurlijk over hebben, zo'n impact heeft op hersenfuncties. En deze mensen al uitermate kwetsbaar zijn op die hersenfuncties. Als u kijkt naar epidemiologische studies, dat u weet wel, er zijn studies die tonen aan, is er een relatie tussen 2 dingen? Niet het een veroorzaakt het ander nog, daar gaan we nog naar kijken. Maar wel, er is een relatie. Dan zeggen epidemiologen hier het volgende, prachtig gedaan. 80-jarige gevraagd, hoe actief was u nou toen u 20 was, 25? En dan blijkt uit die studies, die epidemiologische studies, dan blijkt dat die mensen die nu 80 zijn en vroeger op een jonge leeftijd, 15, 20, 25, fysiek actief waren. En nu 80, bij die mensen, komt veel minder dementie voor. Ik voel de stemming een beetje zakken in de zaal, dames en heren. Ja, want u denkt, oh, daar is die man al met zijn vervelende verhalen. Die komt mij vertellen dat ik het heb laten liggen in mijn jeugd. Is dat uw gevoel? U moet even reageren. Ja, dat is uw gevoel. Een tweede gedachte kan zijn, kan ik het nog inhalen? Als ik vandaag weer begin, kan ik het dan inhalen? Is dat uw gedachte? Wat denkt u dat de literatuur zegt? Denkt u dat u de relatie tussen bewegen en geheugen weer terugkrijgt in uw leven? Als u weer begint met bewegen, ongeacht de leeftijd, hè? Wat denkt u dat de literatuur zegt? Die paar seconden zijn zoveel betekenend. Want iedereen denkt eerst, die man staat er te vrolijk voor, het zal wel. Het antwoord is... ja. Ja, vindt hij geweldig nieuws? Want ja, u denkt er bij uzelf, het geldt voor mij niet. Hè? Dat denkt u, maar dat heeft u dus al aangegeven. Dat geldt maar voor uw 10% die hier zit vanavond. Dat is heel zorg. Heeft u enig idee of wij de afgelopen 10 jaar, fysiek gezien, steeds actiever worden, wereldwijd, over de hele lifespan heen, dus jong en oud, denkt u dat we er alsmaar actiever op worden? Nee. Denkt u dat we op zijn minst gelijk zijn aan het blijven zijn wat betreft lichamelijke, wat denkt u? Denkt u dus dat wij luier worden de afgelopen 10 jaar? Maar als ik zeg dat wij luier worden, en dat is namelijk zo, nee, recente studies in de Lancet, prachtig aangegeven. Maar als we luier worden met elkaar, dan zegt u eigenlijk tegelijkertijd, we worden niet alleen luier, maar we worden dus ook dommer, ja. Maar ik zie al die mensen lachend naar mij kijken terwijl u het uitspreekt. Dan denk ik, die zijn al op weg natuurlijk. Kennelijk is het zo dat de jeugdjaren ongelooflijk belangrijk zijn. De eerste 25 levensjaren. Daar wou ik met u even naar kijken. De eerste 25 levensjaren, zijn er heel mooie studies naar gedaan. De eerste 25 levensjaren zijn daarom belangrijk, omdat een deel van het brein, en gelooft u mij, het is met name de voorzijde van het brein, frontaal, prefrontale cortex, dat deel, althans het grootste gedeelte ervan, ontwikkelt zich nog tot het 25ste levensjaar, zelfs 30ste. Moet u zich eens voorstellen. Dat voor een deel van u hier is nog in ontwikkeling. En dan zie je studies met kinderen, gezonde kinderen, en die gaan meedoen aan een exerciseprogramma. Een extra oefenprogramma. Dat zijn kinderen van de basisschool. En er zijn een groep kinderen die doen er niet aan mee. En dan blijkt na 9 maanden extra exercise, blijkt dat met die kinderen hun academic performance, hun schoolprestatie, gaat omhoog. Wat ziet u met het gymnastiekonderwijs in Nederland, in de basisscholen, middelbare scholen? Wat er gebeurt ermee? Die gaan naar beneden. Men denkt, liever een uurtje gym minder en een uurtje rekenen meer, zal ik maar zeggen. Nee.
De literatuur is helder. De verrijkte omgeving is cruciaal voor dat ontwikkelende brein. Prefrontale cortex, die heeft die frontale lob, hè, voorzijde, heeft die verrijking geweldig nodig. En dan gaat dat rekenen en taal wellicht gewoon beter. Bewegen is een onderdeel van verrijkte omgeving. Ik geef u een demonstratie. Let goed op. Vindt u het geen verrijking? Nee, niemand, hè? Als ik dat doe, dan denkt iedereen, waar heeft die man het over? Nou kijk, het licht valt heel anders binnen nu dan ik hier ga staan. Kijk, dan valt het weer op deze kant binnen. Ik heb dus visuele informatie. Ik heb prikkels vanuit spieren en gewrichten. Gaan allemaal mijn brein in, hè? Ik hoop ook dat u in die colleges probeert mee te voelen met mij. Dat als je onderzoek doet naar bewegen en hersenfuncties, dan moet u ook geïnteresseerd zijn in niet bewegen en hersenfuncties. En dan kijkt u weer in mijn hart. En dat punt gaan we zeker maken in die colleges. Dat niet bewegen voor mensen die een neurodegeneratieve ziekte hebben, een hersenziekte hebben, mensen met een verstandelijke beperking, hele groepen die inactief zijn. Ongelooflijk jammer als je weet wat bewegen kan betekenen voor die hersenfuncties. Dus bij die gezonde kinderen, gymnastiekonderwijs gaat naar beneden in Nederland, echt niet juist. Ongelooflijk jammer. Kinderen met overgewicht, obese kinderen, enorme aantallen wereldwijd. En dan zie je inderdaad ook in Nederland dat er zich groepjes ontwikkelen, beweeggroepen voor die kinderen, perfect. Wat heel jammer is eigenlijk, is dat elke keer als het weer op televisie komt, dat je dan merkt dat men dat initiatief neemt, maar eigenlijk de relatie met cognitieve functies daar niet in betrekt. He, dus cognitieve functies, lees, geheugenfuncties even voor degene, even voor de makkelijkheid. Ontzettend jammer, want ik denk dat dat een extra incentive is, een extra beloning is, als je als jeugd weet, juist over het overgewicht, dat je gaat bewegen, niet alleen om dat gewicht kwijt te raken, maar ook dat je investeert in die cognitie. Als je ziet studies met obese kinderen, die meedoen aan een exerciseprogramma, dan zie je dat ook bij die kinderen hun cognitieve functies perfect reageren. En met name weer die functies waarbij de frontale lob, en daar ga ik u in de andere colleges straks wat meer over vertellen, die functies reageren uitermate positief. Dus eigenlijk, ik hoop dat ik die boodschap over kan brengen aan u. Eigenlijk is het zo dat bewegen, als het een effect heeft op het brein, is het altijd frontaal. Of het nou gezonde kinderen zijn, obese kinderen. Vindt u niet geweldig, dames en heren? Nee, u moet echt enthousiast reageren. Dit is echt supermooi dat je dus in die ontwikkeling van het brein, ja, anders ligt het er, in die ontwikkeling van het brein, door te bewegen, geef je een verrijking aan die ontwikkeling frontaal. Vindt u niet geweldig? Ja, en dan zie je dus dat we dus sedentair worden, dat we steeds minder actief worden. En eigenlijk gaat de literatuur dan over het opbouwen van een cognitieve reserve. In die eerste 25 levensjaar. En als u het goed doet, dan wordt u er later voor beloond, want u heeft die reserve opgebouwd. Als u mij zou vragen, geef eens literatuur voor het weekend. Zeg, ach, lees wat over cognitive reserve. Fantastisch, jonge brein, oude brein, dat geldt namelijk voor ons allemaal. En heb je mensen, die hebben hun hele leven lang, ik weet niet of die mensen kent, maar die hebben hun hele leven lang, hebben ze het rustig aangedaan. En je hebt mensen die hebben de weg van de meeste weerstand opgezocht. Die ene groep die het rustig aan heeft gedaan, die eigenlijk beter kon, dat moeten we steeds wel bij zeggen, die kon beter, maar die wilde eigenlijk niet. Die hebben een lage reserve. En de mensen die hun hele leven gedacht hebben, ik ga ervoor, ik neem de meeste weerstand, die hebben een hoge reserve opgebouwd. En dan zie je wat die, bij prachtige studies, komt er een ziekte in, je bent op leeftijd gekomen. En dan zie je dat die mensen met die lage reserve, die gaan eerder down dan die mensen met die hoge reserve. Die blijven hoger lopen in die curve. Kunt u zich voorstellen als ik het zo zeg? U moet het thuis niet proberen, maar dat denk ik dan bij mezelf. Die mensen met die lage reserve, die pakken dus morgens hun cortex, dat is de schors, de buitenkant. Pakken ze vast, probeer het niet, dat kan niet hoor, maar je pakt het vast en die leggen dat thuis op tafel. En die gaan naar hun werk. En die hebben een heerlijke dag, namelijk niet nagedacht. Hè? En die doen alles met automatische piloot. Kunt u zich een beetje die mensen voorstellen? Die op dit niveau ongeveer, ruggenmerg zeggen wij. Hè? Lekker de hele dag, niet nagedacht, topdag gehad. Hè? En dan kom je s'avonds thuis, pak je je schors, hup, er weer op. Nou, dan denk je weer na. Die mensen betalen dus een enorme rekening.
Ik ga een beetje afronden dit college. U hoort mij dus eigenlijk zeggen, als je ouder wordt, er is heel veel ondersteuning voor, de weg van de meeste weerstand. Als je eens kijkt naar doorwerken, naar 67 jaar, kunt u nog herinneren, die hele discussie in het katshuis, dames en heren, kunt u nog herinneren? Van wie denkt u trouwens dat ze dat idee hadden? Van het doorwerken? Ja. Nou, het had gekund, want het is natuurlijk helemaal in mijn hart, hè? En dan hoor je niks anders dan kommer en kwel, hè? Doorwerken, je komt altijd die straat te maken weer met die rug, prachtig, geloof ik ook wel, hè? Maar nee, je moet niet denken aan een leven zonder zorgen. Ja, je hoeft ze niet te creëren, maar als ze er zijn, lossen op. De weg van de meeste weerstand. Als u al bij uzelf heeft gedacht, ik ben nog maar een paar jaar, hè, dan ga ik lekker achter de hengel. Nou, elke vis die u eruit haalt, 500.000 zenuwcellen eraf, hè, dat u dat even realiseert. Dat is mijn finale boodschap. De weg van de meeste weerstand. Hartelijk dank voor dit college.